Gehaat of geliefd. Er is bijna geen gulden middenweg als het gaat over de Grand Prix van Monaco. Er is een aanbeland bij de achtste race van de Formule 1 kalender van 2024. Het is de race waar Senna het meest succesvol was. En het is ook niet heel toevallig dat nu ook deze race McLaren met de speciale Senna livery komt. Daar ga je dadelijk beelden van zien. Gaat het regenen wel of niet? En welke belangrijke optie ziet Carlos Sainz wegvallen voor een stoeltje in 2025? Mijn naam is Joris Mossede. En in deze video ga ik je optimaal voorbereiden op die Grand Prix van Monaco. En we beginnen natuurlijk met het circuit. Ronde 8 brengt ons bij Circuit de Monaco. De eerste race stond hier in 1950 op de planning. En sinds 1955 is de stratenrace ook niet meer van de kalender geweest. Het circuit is 3,3 kilometer lang. Er zijn 19 bochten en er is één DRS-zone. Maar die DRS-zone is net zo nutteloos als knippellichten op een Audi. Op dit circuit worden de meeste rondes van de kalender verreden, namelijk 78. Maar dat betekent alsnog dat Monaco niet aan de verplicht ingestelde 300 kilometer race Voldoet. Dat heeft een hele simpele reden. Als we daadwerkelijk 300 kilometer zouden moeten rijden in Monaco, dan gaat de Grand Prix veel te lang duren. Een krap straatcircuit betekent niet meteen dat het hier een rode vlaggenfestijn moet zijn. De laatste rode vlag was in 2022 en het jaar daarvoor in 2021 werd de race nog verreden zonder enige gele vlag. In 85% van de 69 Grand Prix van Monaco, die we in het verleden hebben gehad, werd gewonnen vanaf de top 3. De laatste keer dat dat gebeurde: dat een coureur buiten de top 3 de race won, was Oliver Pennis in 1996, die won van P14. Verstappen die won de race in 2023, maar misschien zijn pole position was nog spectaculairder. Het was namelijk een strijd tussen hem en Aston Martin-coureur Fernando Alonso. Fernando Alonso die had in sector 1 en sector 2 een voorsprong van dik twee tiende van een seconde. Maar enkel en alleen al in de derde sector pakte Max Verstappen ruim drie tiende terug en stond daarom op pole. En hij leidde de race ook van begin tot eind. En Max Verstappen die kan met een nieuwe pol in Monaco twee mooie records verbreken. De eerste zou zijn dat Verstappen dan acht polposities op rij heeft sinds begin van dit seizoen. En daarmee verbreekt hij het record van Prost, dat stond op 7. En als Max Verstappen ook dan pol pakt in Monaco, betekent dat in totaal zijn negende pol op rij. Als we ook nog die van Abu Dhabi 2023 mee rekenen. En dan heeft hij dus ook Senna verslagen en Senna is de meest succesvolle club. Hier op het circuit in Monte Carlo. Oh ja, en dan nog één mooi feitje voor Verstappen om af te sluiten: als Max Verstappen wint, wordt dat zijn vijftigste zegen sinds het begin van 2021. En dat terwijl er wel dus sinds het begin van 2021 slechts 73 Grand Prix's verreden zijn. En Senna, weldoener in Brazilië en vooral een van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden, die we ooit natuurlijk gezien hebben en misschien ook nog wel gaan zien. En het is deze maand en deze week ook specifiek 30 jaar geleden dat Senna om het leven kwam bij een crash op Imola. De Formule 1 staat daar uitgebreid bij stil en McLaren doet dat in het bijzonder tijdens de Grand Prix van Monaco, daar waar Senna zo mogelijk nog groter was dan op elk ander circuit. Het team hult de MCL38 voor de gelegenheid in een volledige Senna livery. De auto is gehuld in geel, blauw, groen, de kleuren van de Braziliaanse vlag, maar natuurlijk ook van de zo iconische helm van Senna. Kijk Ferrari, dit is hoe je nou een speciale livery brengt. Wat vinden jullie van de speciale livery van McLaren in Monaco? Geef me even een cijfer in de comments. En met de zegen van Max Verstappen in Imola revancheerde hij zich voor die tweede plek in Miami. Toen kon hij een week rusten om zich vervolgens te focussen op Imola. Maar nu moet de focus er meteen weer zijn, want eigenlijk wordt ook zijn thuisrace verreden. Er wordt meteen weer gas gegeven door de straten van Monaco. Hoewel het een close race was, was het geweldig om te winnen in Imola. En we kijken nu uit naar de tweede race van het Doubleheader. Omdat het een smal straatcircuit is, is het belangrijk dat we snel van start gaan en een sterke kwalificatie neerzetten. Want het is altijd bijzonder moeilijk om in te halen. De race is vaak afhankelijk van strategie en vereist veel concentratie en focus. We hebben bekeken wat we moeten doen en waar we verder op moeten bouwen om hier de maximale prestaties uit de auto te halen. We kijken er naar uit om te zien wat het weekend brengt. Ja, en natuurlijk, naast eigenlijk de Grand Prix van België, de Grand Prix van Nederland, is ook de Grand Prix van Monaco een thuisrace voor de Nederlander, omdat hij er woont. En dat brengt zo zijn voordelen met zich mee. Monaco is altijd een ongelooflijk druk en hectisch weekend. Het is dus goed om thuis te komen, te ontspannen en op te laden voor de race. Het is ook altijd fijn om s'avonds naar huis te kunnen, lekker dicht bij huis. Ja, Max Verstappen hoopt natuurlijk de race te winnen, maar als we Tom Coronel moeten geloven, ja, dan heeft hij er minder vertrouwen in. Klik even op het linkje hierboven, dan zie je de preview met Tom Coronel en dan voorspelt hij een verrassende winnaar voor 2024. In ieder geval, teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez, won de race in 2022. En hij weet dus wat hem te wachten staat. De druk om te presteren komt op zaterdag in Monaco, want inhalen is bijna onmogelijk op zondag. Ik weet dat ik beter moet presteren na een lastig weekend in Italië. In Imola lukte niets en we hebben hard gewerkt om dat te begrijpen. Het gaat niet alleen om mij, mijn engineers of mijn crew, maar om de hele fabriek die ervoor zorgt dat we het beste halen uit een zeer snelle auto en hem neerzetten waar hij hoort. Het is namelijk nog altijd op het podium. Ik wil het momentum terugpakken. En we weten dat als we het goed aanpakken, we dit weekend sterk kunnen presteren. En dan krijg je van mij nog het via Play Tijdschema. Want mocht je de afgelopen twee jaar de Grand Prix van Monaco niet gevolgd hebben, en ja, dan weet je dat er vandaag niet getraind is, wat eerst wel altijd was op donderdag, maar dat we een normaal schema hebben op vrijdag, zaterdag en zondag. Dat begint vrijdag aan het begin van de middag tussen half 2 en half drie met de eerste vrije training, gevolgd door de tweede vrije training tussen 5 en 6. Vrije training 3 is zaterdag ook aan het begin van de middag tussen half 1 en half 2, gevolgd door de kwalificatie tussen 4 en 5. En zondag gaan we voor 78 ronden racen en de formatielap begint om 3 uur. En dan gaan we heel even naar Carlos Sainz, want de Spanjaard weet al sinds begin 2024 dat zijn toekomst niet bij Ferrari ligt. Hij wordt namelijk vervangen door zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton. En aangezien Leclerc ook een langdurig contract heeft, zat er een contractverlenging voor Carlos Sainz niet in. En dat is een beetje apart te noemen, want de laatste twee zeges van Ferrari komen af van de volgend jaar contractloze Carlos Sainz. Maar waar gaat Carlos Sainz naartoe in 2025? In eerste instantie had hij dus zijn pijlen gericht op een zitje bij Aston Martin. Maar nadat Fernando Alonso zijn contract daar verlengde... en Lance Stroll eigenlijk een zekerheidje is viel die optie weg. Nou, nu weet ook het Britse Sky Sports nieuws te melden... dat hij in ieder geval niet naar Mercedes gaat. Dat heeft niks te maken met de prestaties van de Spanjaard. Maar dat zou komen omdat Mercedes wil wachten... met duidelijkheid voor het stoeltje in 2025. En dat er wel Carlos Sainz graag snel duidelijkheid wil hebben. Mercedes heeft nog steeds Max Verstappen als prioriteit nummer 1. En als dat uiteindelijk ja, niet zou lukken, wat er nu naar uitziet dan zou Andrea Kimi Antonelli het supertalent uit de Formule 2 op pol liggen om uiteindelijk Lewis Hamilton te vervangen in 2025. Aan de andere kant zou dus Carlos Sainz nog steeds hopen op het tweede Red Bull stoeltje, want Verstappen is volgend jaar een zekerheid, maar Perez ligt nog altijd niet vast voor volgend jaar, dus de druk voor hem om te presteren is immens groot. Uiteindelijk is het nog wel zo dat Sainz opties achter de hand heeft. Want Audi, wat volgend jaar nog Steak 1 gaat heten, ja, die willen ontzettend graag in zee met Carlos Sainz. Carlos Sainz houdt de boot nog heel even af. Maar ja, de vraag is wel, nu de opties minder worden, hoe lang blijft Carlos Sainz wachten voor die zekerheid in 2025? De tijd zal het leren, maar wat we in ieder geval wel bijna zeker weten, is dat Mercedes het niet gaat worden. En tot zover deze video van dingen die je moet weten over de Grand Prix van Monaco. Aan jou natuurlijk de vraag, wat wordt de top 3 in de kwalificatie omdat kwalificeren zo ontzettend belangrijk is. Ik ga toch max verstappen. Nou laten we zeggen max verstappen op P2, Lando Norris op P1 en P3 is voor Leclerc. Nou ja, goed, wat denk jij? Laat het weten. Wil je dit weekend ook niks missen van alle updates in Monte Carlo? Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en zet het belletje aan. Zo ontvang je meldingen en zie je vrijdag, zaterdag en zondag de video's die ik opneem met Aaron die zich bevindt in Monaco. En wil natuurlijk veel meer nieuws en tijdens de race en kwalificatietrainingen live livebloggen zien? Ga dan gewoon naar racingnews365.nl en hopelijk zie ik je morgen weer.